Hallo allemaal, goedemorgen. Op het ogenblik zit ik in de voorbereidingen van Hendrik Groen 2, waarvoor we hier zijn vandaag. Nou, we zijn nu bij Cordaan, het bejaardentehuis. En we hebben net al even gekletst met het clubje bejaarden wat wij mee gaan nemen naar het Amsterdamse Bos, zo direct naar de geitenboerderij. En dat we toch weer een beetje kunnen lenen van hoe zij bewegen, hoe ze praten, hoe ze doen. Dus ik vind het wel weer een mooie inspiratiebron om even met hun op pad te gaan. Ik heb begrepen dat we straks een soort yoga gaan doen tussen de geiten. Eigenlijk gaan we verder waar de eerste voorstelling ophield. Eefje is daar overleden. Komt er dus op neer dat ik in aankomend seizoen een nieuwe rol mag maken. En daar heb ik heel veel zin in. Ze heet Eugénie Lacroix. Voor de mensen die het boek hebben gelezen weten dat het nogal een uitzinnig persoon is. Hij is eigenlijk de huisvriend van iedereen. En hij is er altijd, maar hij heeft een spraakgebrek, want hij heeft ooit een beroerte gehad. En hij is dit keer een beetje politiek incorrect en dat bevalt me wel. Het is een dame van de regels. Regels zijn regels, afspraken zijn afspraken. Je moet natuurlijk die hele token moet je managen. En uitzonderingen horen daar gewoon niet bij. Toen ik het stuk las, toen was ik echt meerdere malen tot tranen geroerd. Ik had een contactmoment met een geit. Dat vond ik heel bijzonder. Voelde het ook echt. Als het je gegeven is, als je gezond bent hier, dan kan je dat volgens mij ook nog uitstralen in je... Ja, in je spraak, in je humor, in je omgang met mensen. Hallo. Altijd een beetje kijken waar je hand. Er werd gezongen, er werd gelachen. Ja, het was een hele leuke ochtend. Wat heel leuk was vorig jaar is dat er iedere avond een koor aanwezig was uit de stad waar we speelden. En dat gaat dit jaar ook weer zo zijn. En we hadden gewoon altijd volle zalen. En dat is heel bijzonder, dat besefte ik wel terdege. Dus ik hoop nu dat ook iedereen weer komt kijken. En dat gewoon hier een geitje aan mijn snoer zit te knagen. Dat moet je niet doen, schat. Voor alle mensen die deel 1 gezien hebben, kom natuurlijk naar deel 2. Op zich is het ook een redelijk goed te volgen los verhaal. Dus ook zeker als je deel 1 niet hebt gezien, ga je een ontzettend leuke avond hebben bij Hendrik Groen 2. Dus kom allemaal kijken.